Welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er weer een klein beetje anders uit, want ik heb weer mijn normale hamburger padoogjes. Dat is altijd hoe ik ze noem. Ik heb geen wimper extensions meer. Ik heb ze eraf laten halen. Ik hou het nooit lang vol. Ik heb ze altijd even en dan haal ik ze weer weg, want ze zitten gewoon echt te veel in de weg. En ik vind het gewoon te fijn om lekker gewoon in mijn hele gezicht te wrijven en in mijn ogen en alles. Maar in ieder geval, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag met z'n allen make-up sets testen. Dus van die make-up cadeau sets achtige dingen. Ook een handige tip voor jullie. Als je eventjes wacht tot januari, dan gaan vaak alle december feest sets in de aanbieding. Dus alles is vaak in de sale. En dan hoef je wat minder te betalen. Want dat hebben ze dan allemaal extra nog over van de feestdagen. En deze video is een samenwerking met Look Fantastic. Alle producten die ik vandaag gebruik zijn te halen daar op de website. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is hier in beeld en staat beneden in de beschrijving. En als er al sale is, dan heb je nog is 5% extra eraf. Het is niet op de hele website, maar ik zal een linkje plaatsen beneden in de beschrijving. En als je op die link klikt, kom je bij alle producten waarbij je mijn code kunt gebruiken. En het is echt heel veel met echt de leukste merken. En sowieso alles wat ik vandaag gebruik, is het sowieso op toepasbaar. En jongens, ik kan niet wachten, want alles is dus nieuw. Ik heb nog niks gebruikt. Ik ga het vandaag allemaal gebruiken. En ik ben echt benieuwd hoe alles gaat zijn, want ik heb echt een aantal leuke merken en producten erbij zitten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet te vast liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, wat heb ik al op mijn gezicht zitten? Ik heb gewoon mijn hele basis al aangebracht, want daar heb ik niks voor. En we gaan vandaag beginnen met de wenkbrauwen. Ik heb ze al een beetje gedaan, maar ik heb ze nog niet afgemaakt, want ik heb een aantal nieuwe producten daarvoor. Van Ico London heb ik de Ico Brow Set 2022 en deze kost €15,45. Dit is dus een wenkbrauw set van het merk Ico. Is voor mij onbekend merk. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik dacht, ik vond het er allemaal zo leuk uitzien. Ik dacht, laten we het gewoon gaan proberen. Kijk even wat een schattige verpakking. En we hebben een pincet, een brow gel en een highlight voor de wenkbrauwen. Dus ik heb mijn wenkjes al helemaal gewoon gedaan en ingekleurd. Alleen nog geen gel en alles gebruikt. Dus daarvoor gaan we dit vandaag gebruiken. Ik ben zo benieuwd. Oké, je kunt hem gewoon zo open schuiven, zeg maar. Oh, de pincet flikkert er al uit. En dan heb je zo hier de 3 producten. Ik ben ook heel benieuwd naar de pincet. Hij is echt heel puntig. Ik ga hem zo iets beter laten zien. We hebben ook een hele grote brow gel. Brow gels zijn meestal niet zo groot. Dus dat vind ik wel leuk. In een clear kleur. En we hebben hier een potloodje voor een wenkbrauw highlight. Dus we gaan even kijken of dit goede producten gaan zijn, jongens. Nou, ik heb heel even mijn pony weggedaan. Want dan kunnen we mijn wenkjes gewoon goed zien. Ik heb ze alleen maar ingekleurd met een wenkbrauw potloodje en geshaped. En that's it. Laten we eerst beginnen met de pincet. Kijk even hoe scherp. Oh my gosh. Volgens mij gaat die echt fantastisch zijn. Ik gebruik altijd de pincet van Tweezerman. Er is echt geen betere dan die. Vooral geen betaalbare. Dus ik ben heel benieuwd of deze meer betaalbaar goed gaat zijn. Ik moet wel zeggen, ik heb niet heel veel wenkbrauwhaartjes. Alles is eigenlijk wel gewoon weg. Maar ik zie hier nog wat haartjes. Dus even kijken of we die makkelijk weg kunnen krijgen. Ik ben alleen een beetje bang, want hij is zo puntig, zeg maar. Ik ben echt bang dat ik zo in mijn huid steek of zo. Even kijken of ik ze makkelijk kan pakken. Oké, het wil niet echt lukken. Jongens, ik ben even mijn best aan het doen, maar hij wil ze gewoon niet pakken. Ik had echt hoge verwachtingen. Ik had echt verwacht dat het veel makkelijker zou gaan. Ik heb gewoon nog steeds geen enkel haartje weggehaald. Ik zie hier ook wat meer grotere haartjes. Dus misschien kan ik die iets makkelijker weghalen. Hij pakt echt niks. Ik ga stuk. Oh ja, nou is er 1 haartje uit. Oh, misschien moet ik hem zo vasthouden. Nee. Oh ja, 1 haartje eruit. Het wil niet echt lukken. Mijn Tweezerman pakt ze altijd echt gelijk. Die is ook wel een stukje duurder, maar ja, toch? Nee, dit zou mij veel te veel tijd kosten. Oh my gosh. Oké, deze vind ik al niks. Ik hoop dat de andere producten beter zijn. Zoals deze brow gel. En laten we kijken. Echt een super grote verpakking, maar wel gewoon een hele kleine borstel. Dat is wel fijn. Dus die doe ik gewoon even door mijn haartjes heen. Oh, die vind ik op zich al wel fijn. Hij kant ze echt heel mooi, zeg maar. Hij haalt de haartjes echt zo heel mooi uit elkaar. En hij verstoort het product eronder ook niet. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Ik breng nooit te veel aan. Gewoon altijd een beetje zo en that's it. Even laten opdrogen. Zien of het echt goed op zijn plek blijft zitten. Terwijl we dat laten opdrogen, ga ik ook even in met deze highlight pencil. Hij is wel heel wittig, jongens. Oh, hij is echt letterlijk gewoon wit. Zien we dit? Ik hou toch iets meer van een meer gelige ondertoonkleur. Niet zo wit. Op zich valt het wel mee. Hij is niet heel glanzend, dus dat is fijn. Als ze te veel glanzen hebben, werd het echt zo witte glanzende glitter gedoe onder mijn wenkbrauwen. En dat vind ik nooit zo mooi.
Oh, dit vind ik op zich wel mooi. Oké, dat had ik niet verwacht. Oké, kijk maar even het verschil met hier en met hier. Je ziet echt dat het nou hier echt een beetje heeft gehighlight en het een beetje een liftend effect geeft. Dus dit soort dingen zijn heel handig als je een meer gelifte wenkbrauw wilt. En ik weet dat heel veel vrouwen dat juist willen. Oké, ik had niet verwacht dat ik dit zo fijn ging vinden. I like it. Deze ga ik echt vaker gebruiken. Meanwhile zijn de haartjes ook al een beetje opgedroogd. Hij houdt ze niet super goed vast. Ik zie dat ze hier een beetje vallen. Maar ik vind wel het effect mooi. Dus deze is voor mij een beetje een moi. Het beste product vind ik echt deze. En dat had ik echt niet verwacht. Oké, wenkbrauwen zijn nu officieel klaar. En nu ga ik beginnen aan de ogen. En ik heb ook een hele leuke ogenset van Urban Decay. Dit is de Urban Decay Artist Collab Kit Set. En hij kost €67,45. Dit is dus een samenwerking van Urban Decay met iemand die ik niet kende. Heel dit paletje heb ik nog nooit gezien. Heel deze samenwerking heb ik persoonlijk kennelijk helemaal gemist. Wie was hiervan op de hoogte? Let me know in de reacties, want meestal ben ik wel gewoon echt op de hoogte. Ik volg ook alles en iedereen, maar toch heb ik dit echt helemaal gemist. En dit is ook een set met niet alleen de samenwerking palet, maar ook de oogschaduw primer en de mascara. En het is de eerste samenwerking samen met Robin Eisenberg. Als ik het goed uitspreek, geen idee. Ik weet ook helemaal niet wie ze is, maar ik vind wel dat ze er echt fantastisch uitziet op de foto's. Nou, ik ben dus heel benieuwd hier naar één product van Urban Decay die ik al heel lang heb willen proberen, maar voor de een of andere reden nog nooit heb gehaald, is de primer, de oogschaduwprimer. Want die schijnt ook echt heel goed te zijn. Dus laten we het openmaken. Ook vandaag in heel veel sets hebben we mascara's. En die ga ik vandaag allemaal overslaan, want ik heb echt bijna geen wimpers meer over. Dus het heeft letterlijk geen nut om die te gaan gebruiken. Dus ik heb hier al gelijk de Pure Version mascara. Als ik me goed herinner, heb ik deze ooit gebruikt en vond ik hem fijn. Ik weet alleen niet meer 100%, maar volgens mij wel. Maar goed, ik heb dus hier de Potion, de Eyeshadow Primer Potion. Ben ik echt heel benieuwd naar. En dan gewoon het paletje. Ik vind hem er wel echt heel mooi uitzien. Hele leuke kleurrijke verpakking. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Het lijkt gewoon een beetje op de verpakking. En dan is dit de inhoud. Wat me gelijk opvalt zijn deze blauwe kleuren hier. Die wil ik vandaag ook echt gaan gebruiken. Er zijn ook wat meer neutrale kleuren en wat roze en zo. Ik vind het allemaal wel heel cute uitzien. Het is een kleuren samenstelling die ik niet heel vaak zie. Meestal als een paletje blauw is, dan zijn de andere kleuren ook wat meer koud. Maar hier niet. Ze hebben letterlijk koud gemixt met warm. En ik vind het op zich wel leuk. En we hebben ook weer een kwast hierin, zoals we altijd hebben in hun paletjes. En hun paletjes zijn een van de weinige paletjes waarbij de kwast die erin zit ook echt goed is. Dus deze zou ik niet wegpleuren. Deze zijn altijd oprecht echt heel erg goed. Goede oogschaduwkwasten. Dus hier gaan we even een look mee creëren, jongens. Ik moet nog vanavond ergens heen, dus ik moet er een beetje normaal uitzien, want ik ga naar een conferentie. Dus ik wil er nog wel een beetje normaal uitzien en niet dat heel mijn oogschaduw de hele show steelt. We zijn ingezoomd, dan kunnen jullie alles beter zien. Ik ga dus eerst beginnen met deze Primer Potion. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, het heeft gewoon zo'n... Oh, dit vind ik wel echt handig. Het heeft gewoon echt zo'n concealerachtig kwastje. Oké, het heeft niet heel veel kleur. Echt heel veel mensen vinden hem echt heel fijn. Ik hoor er altijd hele goede verhalen over. Als ik hem zo aanbreng, moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk hou van iets meer pigment. Als je er maar gewoon voor zorgt dat mijn oogschaduw gewoon goed blijft zitten. Ik moet zeggen, hij blendt wel goed in. Hij heeft wel een klein beetje een kleur hoor, zoals je ziet. Het heeft wel wat lichter gemaakt. Zien we dit? Maar niet heel veel. Normaal gebruik ik echt iets met heel veel pigment. Echt gewoon als een concealer, zeg maar. Maar op zich is dit ook wel oké. Okay. Is het plakkerig? Ja, het is een klein beetje plakkerig. Dus ik denk dat er wel voor gaat zorgen dat mijn make-up er goed op blijft zitten. Nou, ik heb een soort van blauwe smoky eye gemaakt. Het is allemaal wel goed gegaan. Is het een goed paletje? Ja. Is het het beste paletje ever? Nee. Het is een klein beetje een poederig paletje wel. En alles is gewoon middelmatig. Niks is heel goed. Niks is heel slecht. Het is gewoon de middencategorie. Voor die hoge prijzen van Urban Decay verwachtte ik wel iets meer. Ik moet zeggen, Urban Decay paletjes, er was er maar eentje die ik echt heel erg goed vond. En die ik nog steeds tot de dag van vandaag heb en gebruik. Maar voor de rest eigenlijk deze paletjes, ik ben nooit echt per se heel erg onder de indruk. Uiteindelijk is de look wel gewoon mooi geworden. Het werkt wel gewoon
goed en het blendt ook allemaal heel mooi in elkaar. Dan heb ik hier de volgende set. Van Revolution Pro heb ik hier de mascara en liner duo en hij kost €5,95. Revolution Pro is het meer professionele merk van make-up Revolution. Meestal is de kwaliteit ook ietsje beter en je betaalt ook vaak een paar eurotjes extra voor de Pro line. Nou, ik ben benieuwd. Dit is een mascara en een eyeliner duo. Dit is dan de mascara, de Faux Effect Lash Waterproof Mascara. En dit is de Revolution Pro Supreme Black Flick Eyeliner. Deze ga ik dus niet gebruiken. Ik moet zeggen, als ik er zo naar kijk, super super cheap as verpakking. Heel goedkoop. Dus qua verpakking vind ik helemaal niks. Maar hier ben ik wel heel benieuwd naar. Ik hoop dat hij goed gaat zijn, want ik wil een hele mooie wing aanbrengen. Oeh, hij is wel echt heel puntig. Kijk, het is gewoon een beetje zo'n normale pen. Ik hoop dat hij goed gepigmenteerd is. Oh, wauw. Hij is super zwart. Oké, ook heel waterig. Ik hoop dat hij niet gaat lekken of whatever. Ik ben echt een beetje aan het struggelen, jongens. Dit is echt een van de meest lelijke eyeliner wings die ik ooit heb gemaakt. Deze pen is echt niet fijn. Je kunt helemaal geen dunne flik maken, zeg maar. Er staat letterlijk flik in de naam, maar toch kan ik hem niet flikken, want hij blijft helemaal zo dik. Zien we dit? Ik wil altijd zo'n hele dunne scherpe punt. Maar dit is echt een bende. Terwijl de rest van de formule is wel heel mooi. Hij is heel zwart. Dat is echt top. Dit is echt niet mooi gewoon. Oké, whatever. Ik ga het nog even proberen te redden. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb het nog proberen te fixen met gewoon een andere eyeliner. De wimpers die ik op heb zijn deze nieuwe. Deze zijn te halen bij de Primark in een stijl 634. Ik vind ze echt super duper mooi. Niet too much, maar wel extra genoeg voor deze look, als je begrijpt wat ik bedoel. We gaan verder met de volgende set. En dat is een set van een van mijn favoriete merken, NARS. Dit is de NARS Some Like It Hot Mini Lash and Cheek Set. En hij kost €31,45. Zo'n set is super handig, vooral omdat het een best wel duur merk is. Dus zo'n set is een handige manier om wat geld te besparen. En we hebben een bronzer, een blush en een mascara alweer. En dit zijn wel allemaal minis. Dit is een mini versie van de NARS Laguna bronzer. Hier een mini versie van de Orgasm Blush. En een mini versie van de Climax Mascara. Oké, hier heb ik heel veel goede verhalen over gehoord. Had ik maar wimpers nou om ze te gebruiken. Maar ik ga hem wel houden. Zodra ze weer groeien, kan ik het testen. Dit is ook echt een overhypte kleur. Hij is wel echt, echt heel mini. Kijk even hoe klein vergeleken met mijn hand. Ik heb hem ook ooit gehad. Ik was niet per se erg onder de indruk. Het was een oké blush, maar ik begreep de hype niet echt per se. En dan hebben we hier de bronzer. Het is dus in de kleur Laguna. Ik weet niet of het mijn kleur gaat zijn, maar we will see. Maar ik denk nu wel, want ik ben nou best wel dicht. En daar gaan we ook gelijk mee beginnen. En het is dus de mini versie. Hij is zo klein. Hij is gewoon kleiner dan mijn hele bronzerkwast. Ik ga stuk. Ja, de kleur is mooi. Oh, de kleur is echt heel mooi. Oh, wauw. Oké. Hij is niet te warm, maar ook niet te koud. Een perfecte midden ondertoon. Oh, I love it. Hij is echt heel mooi. Ik ben echt een beetje in shock. Oh, echt. I like it. Het is echt een hele, hele mooie bronzer. Wauw. Echt fantastisch. En hij blendt ook echt in als boter. I love it. Dan nu de blush. Het is een hele mooie roze glanzende blush. En het heeft een beetje iets van een gouden gloed erdoorheen. Ja, hij is ook een beetje vlekkerig, jongens. Ik weet niet wat de hype is over deze blushkleur. Ik vind hem helemaal niet per se zo heel mooi. Maar het is wel gewoon oké. Daar niet van. Het is geen slechte blush, maar ik weet niet. Ben ik de enige die niet per se onder de indruk is van deze kleur? Oké, nou ja. Op zich zo ook zo gemixt met de bronzer is het wel mooi. De volgende set is een van de grootste van Iconic London. Dit is de Iconic London Glow All Night Gift Set Christmas 2022. En deze kost €48,95. Ook dit is een geweldige manier om wat geld te besparen. Want je krijgt maar liefst 4 producten. Oh my gosh. Laat me openmaken. En niet alleen de producten zijn leuk, maar ook deze make-up bag is leuk en te hergebruiken. Dus dat is ook echt fantastisch. Hele mooie, beetje roze peachy kleur. Oh, kijk hoe het is verpakt. Dat hebben ze wel goed gedaan. En alles is zo individueel verpakt. Ik vind deze make-up tas echt super leuk. Deze zou ik zeker gebruiken. Dit zijn dan de 4 producten die we krijgen. We hebben hier de Triple Thread Mascara. Dit is de Glaze Crayon Glitter voor de ogen. Hier hebben we een Plumping Lip Gloss. En een mini liquid highlighter. Deze liquid highlighters van hun waren ook echt super super hyped up. Ik heb ze ook nog nooit geprobeerd. Want ik hou niet zo van een liquid highlighter. Maar ik ben hier wel heel benieuwd naar. En dit is volgens mij ook de enige mini product
deze drie andere zijn allemaal full size. Ik ga gelijk even deze proberen. Ik heb al wel poeder op, maar ik heb nog geen highlight op. Ik ben zo benieuwd. De kleur lijkt ook heel mooi. Het is gewoon de original kleur. Shake well before use. Laten we even schudden. Zulke mini producten zijn ook ideaal voor op reis. Oké, ik ga gewoon een beetje zo hier aanbrengen. Ik weet niet hoeveel. Ik hoop dat dit niet te veel is. Wauw, die kleur is echt heel mooi. Oké, ik denk dat het te veel is. Ik ga gewoon met wat er nog een beetje op mijn vinger zit. Ook bij de andere wang. Want ik heb echt te veel gepakt. Het was super glowy. Oh my goodness. Ik ga het heel even uitblenden met een spons. Want dan kan het dat een beetje extra oppakken. Oké, het wil niet meer echt blenden. Je moet het echt snel blenden, jongens. Het is wel heel mooi glowy. Maar ik weet gewoon nooit hoe ik een liquid gewoon goed kan aanbrengen. Het wordt altijd helemaal zo streperig en te veel of zo. Maar ja, dat ligt misschien aan mij of zo. Kijk, ik vind dit dus helemaal niet mooi. Zie je dit? Het is veel te breed geworden en helemaal blusjes weggevaagd. En oh, ik ben echt geen fan van liquid highlight. I can't gewoon. Ik heb er al zoveel geprobeerd en nooit is het gewoon mooi. Ik ga even weer met mijn blush kwast eroverheen, want helemaal blusjes weggehaald. Er zit nog een beetje highlight op mijn vinger. Een beetje op mijn neus, maar het werkt niet echt meer, want het is al helemaal opgedroogd. Het droogt echt super snel. Mensen, ik zit nu in mijn slaapkamer en ik keek naar mijn highlight en hij is toch wel echt heel mooi. Kijk even dit. Echt, ik snap de hype. De mascara heb ik al. Deze is fantastisch. Als je een goede zoekt, I love it. Dus deze raad ik aan. En dan heb ik hier deze glitter oogschaduw. Is dit twee kanten? Ja, je hebt dus echt zo'n liquid glitter. En je hebt hier zo'n pen. Deze kleur is volgens mij heel mooi. Ja, heel mooi bronzen. Zien we dit? Heel glanzend. Oh, ik heb al oogschaduw op, jongens. Zal ik het er gewoon afhalen en dan deze aanbrengen? Of is dat echt te veel moeite? En ik vind het ook zonde, want ik vind het blauw wel echt heel mooi. Nou ben ik aan het twijfelen. Ik denk dat jullie hem gewoon wel echt op de ogen willen zien. En niet per se alleen zo op de handen. Ik ga heel even deze glitter ernaast swatchen. Oh, wauw. Dit is wel echt heel mooi. Jongens, kijk even dit. Prachtige kleuren. Weet je wat we gaan doen? Ik ga gewoon een beetje van het blauw proberen weg te halen. Zo met een wipe. Wat op zich wel goed lukt. Oh jongens, dit is zo zonde. Oh my gosh, dit doet gewoon echt pijn in mijn hart. Oké. Ik heb het nou een beetje weggehaald. En dan ga ik gewoon dit erop aanbrengen. We'll see wat er gebeurt. Het heeft wel genoeg pigment in ieder geval. Dat is fijn. Het is echt een hele mooie kleur. En dan pak ik altijd zo een beetje met mijn kwast op. En daarmee ga ik dan zo een beetje uitblenden. Wauw, echt een fantastische kleur. En hij blendt ook gewoon goed uit. Zie je dat? Kijk even hoe mooi dit is. Dan ga ik er overheen met de liquid glitter. Want ik hou altijd van lekker veel glitter. Oh, ook dit is weer super mooi. Ik ben echt al een fan, jongens. Dit is echt een goed product. Ik breng die liquid glitter ook een beetje zo hier aan. Ik ben nou gewoon al het blauw aan het weghalen. Ook zo hier op de onderste rand. Nou, ik denk dat al het blauw nou echt wel is weggevaagd. Kijk hoe mooi dit is. Dit is echt fantastisch. Dit is echt wat ik zou opdoen gewoon als soft glam look. Nou pak ik deze wenkbrauw highlight. En dan ga ik die gebruiken om hier zo te highlighten. In de binnenste ooghoek. Want daar is hij natuurlijk ook ideaal voor. En ik ga hem ook een beetje aanbrengen op mijn neus. Aangezien die liquid al helemaal was opgedroogd. Even zien of dit werkt. Ja, dit werkt echt goed. Jongens, ik ben echt een fan van deze pen. Een beetje zo uitblenden met je vingers. Gewoon niet te veel, gewoon een klein beetje. Zal ik het wat meer smoky maken met een zwarte oogpot, zo'n loodje in mijn onderste waterlijn? Mensen, dit is echt fantastisch. Oh my gosh, ik ben in shock. Het is zo mooi, zo makkelijk en zo snel. Fantastisch. En dan heb ik hier nog de Plumping Lip Gloss in een hele mooie beetje peachy kleur. Dit is de kleur Love Struck. Dus even deze lipband eraf halen. Ik ga hem wel even aanbrengen met een lippotloodje van Nabla in de kleur Nude Hashtag 3. Oké, dit is echt de meest stroeve lipgloss ever. Het brengt echt heel stroef aan. En je moet best wel veel aanbrengen. Het is wel echt plumping, dat zie ik al. Ik voel het ook. Het voelt zo mintachtig aan, zeg maar. Zo mentosachtig. En de kleur is wel heel mooi en hij ruikt ook echt heel lekker. Los van dat hij een beetje stroef aanbrengt, vind ik hem wel heel mooi en ook fijn op de lippen. Hij is niet plakkerig of zo. Mijn lippen lijken echt voller. Zien we dit? Ik ga stuk. Zien we dit verschil of ligt aan mij? Of is het gewoon iets wat ik nou denk te zien en niet klopt? Wauw, supermooi. En dan heb ik nog een set. Deze is voor de lippen. Van Ila Maska heb ik de Mini Trio Holiday 2022. En deze kost €13,95. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ila Maska, volgens mij. En dit is ook weer een geheel onbekend merk voor mij. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik vond het er wel leuk uitzien. Want je krijgt zo drie van deze mini lipsticks die ik wil gaan proberen. Er staat ook echt zo op Time to Kiss.
Superleuk vol met de feestdagen. Ik heb hier de eerste kleur. Dit is de kleur Maple. En dan is hier de kleur die heet Bang. En de laatste kleur heet Bear. En dit zijn dan de drie kleuren. De eerste kleur Maple die glanst. En de andere twee zijn gewoon normale lipsticks. Oké, jongens. Ik denk dat ik deze kleur het mooiste vind. Of zal ik toch deze. Ik denk dat deze heel mooi gaat zijn. Dat was de kleur Bang volgens mij. Deze. Die ga ik even aanbrengen. Hij is super creamy en super gepigmenteerd. Oh my gosh. Kijk even dit. Hij is wel iets meer oranje dan wat ik had verwacht. Ik hou niet zo van die oranje look. Maar hij is wel echt heel mooi. Echt goede kwaliteit. Vooral voor die lage prijs. Hij brengt super gepigmenteerd aan. Kijk even dit. Eén swipe. Wauw. Ik ga denk ik toch even die andere kleur ook proberen. Nu de wat meer roze kleur. Dit is echt letterlijk gewoon mijn echte lipkleur. Ja, ook heel mooi. Een hele mooie lichtroze nude. Zo'n kleur vind ik wel iets beter passen bij mijn huidskleur. Ik vind dit heel mooi. Dit is echt de kleur die ik zou dragen. En aangezien we er nu al twee op hebben gedaan, laten we dan de laatste ook gewoon gaan opdoen. En dit is de meer creamy kleur. En die heeft wat minder pigment. Dus die ga ik weer aanbrengen met dat lipglossen loodje van net. Ook super mooi. Wat een goede lipsticks. Ik ben een beetje in shock. Het is zo betaalbaar. En het zijn echt goede lipsticks. Wel allemaal minis, maar ik vind het wel echt waard. Vooral die lage prijs. Echt fantastisch. Wauw, kijk hoe mooi. En dan hebben we hier nog een set van Urban Decay. Dit is de Urban Decay All Nighter More For Me Duo. En deze kost €44,95. Deze producten zijn eigenlijk niet nieuw voor mij. En ik denk voor velen van ons niet. Dit is gewoon een set met twee keer de Urban Decay setting spray. De beste setting spray die er bestaat, jongens. Als je wilt dat jouw make-up 24 uur of langer goed blijft zitten, is dit echt de spray voor jou. En deze zijn best wel duur. Dus zo'n set van 2-in-1 is ideaal. En je hebt ook gewoon twee full size. Volgens mij zijn ze gewoon identiek aan elkaar. Ja, gewoon twee keer de doodnormale setting spray. Oh my gosh, I love it. Eentje ga ik aan iemand anders geven en eentje hou ik. Laten we hem even openmaken. Dit is wel een andere verpakking. Ja, hier is hij dan. Mijne is al opgegaan. Ik heb nog wel eentje hier volgens mij van Urban Decay. Want ik had de normale, de matte en de glowy. Maar nee, ze zijn alle drie opgegaan. Ik heb ze gewoon alle drie opgemaakt. Oké, dus ik ben heel blij dat ik weer nou een nieuwe heb. Misschien dat ik die gewoon hou als backup. Nou mensen, het ging vandaag goed. Oh my gosh, I love deze look. I love it. Ik heb jullie zelfs twee ooglooks laten zien in één video. Dat is iets heel unieks. Ik ben echt heel blij met alle producten. Als er vandaag iets bij zat waarvan jij denkt, hey, dat wil ik ook hebben. Alle informatie staat beneden in de beschrijving. Ook mijn code en alles. Vergeet het dus niet te gebruiken. En ik wens jullie gewoon heel veel shopplezier, jongens. Want echt, er is zoveel. Er is zoveel make-up, zoveel sets. I love it. En echt een aantal van deze producten zijn echt winnaars. Ik ben echt heel blij met hoe deze look is geworden. Let me know wat je van de video vond. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik vond het in ieder geval weer heel leuk om het te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld om te gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!